Ik heb hem ook overal gelezen. En dat is ook alles wat ik ervan gehoord heb. Dus ja, zo gaat het in het voetbal. Hetzelfde met United zo, hè. Toen ik de nacht naar United ging, las ik ook overal dat ik mee zou gaan. Maar hoorde ik zelf ook helemaal niks. En nu weer hetzelfde verhaal. Overal lees je het, overal spreken mensen erop aan. Maar ik heb zelf helemaal niks van ze gehoord. Dus toch altijd vraag hoe dat dan in de lucht komt, hoe zo'n verhaal gaat leven. Wat doe je daar dan hier intern mee? Haal je schouders op en ga je gewoon over tot de orde van de dag? Ja, ik heb met de clubleiding altijd goede open communicatie. Dus stel, er zou iets gaan spelen, zou ik dat melden. Maar een club die iets wil, zou zich op hem moeten melden. En dat is ook allebei niet gebeurd. Dus ja, dan spreek je naar elkaar uit dat er niks aan de hand is. En dan ga je vooral weer verder met het grote doel, handhaving. Een vertrek van Ulté aan het einde van dit seizoen kan dus voorlopig naar het Rijk der Fabelen. Laten we het gaan hebben over de komende wedstrijd. Thuis tegen Feyenoord. Was het verplichte huiswerk voor jouw spelers Feyenoord Olympique Marseille gisteravond? Nou, niet verplicht. Als ze vroeg naar bed willen gaan, dan zal ik ze dat niet afpakken. Ik heb wel even aangegeven van jongens, als je wil. En je wil nog even kijken, kijk vanavond vooral. Maar vanmorgen hebben we beelden gedaan, met ook beelden erin van gisteravond. Dus voor degenen die goed geslapen hebben, die hebben vanmorgen kunnen kijken. Wat heb je zelf nog geleerd van die wedstrijd, van wat je nog niet wist? Ja, vooral een bevestiging van het niveau van Feyenoord. Dat ze tegen de nummer 2 van Frankrijk, want vaak is de Conference League toch een beetje lacherig, hè, van ja, onbekende tegenstanders. Maar de nummer 2 van Frankrijk, dat ze die zo onder druk kunnen krijgen, dat ze zoveel power hebben. Is vooral een bevestiging van de kwaliteit die ze hebben. De Rotterdammers zitten dus midden in hun Europese campagne. Los van of dat nou een voor- of nadeel is, Fortuna heeft wel nog wat punten nodig om veilig te zijn. En dus zou ieder onverwacht punt tegen een sterke tegenstander meer dan welkom zijn. Met ons programma nu met Feyenoord en Twente is dat wel de opdracht, bonuspunten pakken. En ik heb de groep verteld, ik ga niet uit van 6 punten. Maar het doel moet wel zijn om ergens punten weg te halen. En of het dan Feyenoord is of Twente is of misschien wel 2 keer een gelijkspel. Maar we gaan echt op jacht naar een verrassing. En wat ik zeg, 6 punten zou wel heel overdreven zijn. Maar de inzet moet wel zijn, we gaan voor punten. En niet dat we nu al zeggen, deze 2 verliezen we. En daarna komen Vitesse en NEC wel. Nee, want hier kan je ook gewoon punten halen.